Slechte koffie en een lauwe persconferentie vanmiddag. Hopelijk niet de voorbode van een matige topper zondagavond tegen Standaard. Het verhaal is bekend. Genk verloor maar 2 keer dit seizoen, maar in de perceptie lijkt het wel 10 maal. En we've come back and trained well this week. There's been lively reaction. And training this morning was very good. And the concentration and the application was exactly what we would want. How about Okri? Opmerkelijk, coach McLeish had nog geen echt gesprek met Okrashvili. Maandag na de wedstrijd bij het B-team wordt er gepraat met dit woelwater. We didn't do some of the disciplines as good as we have been doing. And we've spoken about that this week. We've addressed it on the training ground. So, you know, I would like to think that players are more concentrated this week than perhaps they were last week. Alex McLeish heeft zijn rekening al gemaakt en die is voorlopig nog te mager en zijn spelers zijn te laks. Dat moet beter, aldus de aimabele Schotse trainer. En ook Anele vindt dat het beter moet. We need to work very hard to get at least a place in the UEFA Cup and by that we have to work very hard and to show it from Sunday. It starts from Sunday and if we can have the good result on Sunday, I think we can do something else. Genk Standaard wordt dus zondagavond gespeeld. Twee woelige topclubs op zoek naar eerherstel en prestigepunten.